Nou, dit is een van de eerste vodcasts, videopodcasts, die ik in lange tijd doe. Gisteren was het... doet het iemand? Oh, geen idee of dat voor mij is. Maar gisteren leek het nog helemaal niet naar sneeuw. En dan dacht je wat, gisteravond laat begon het ineens enorm te vlokjes te regenen. En nu is het prachtige witte wereld met een zonnetje. Echt heel erg mooi. Nou, dat is een mooie aanleiding voor een podcast. Dat gaan we eens doen, eventjes onderweg. Een USB-stick gekocht die het niet doet. Je kunt er niet op schrijven, ja, heb je niet veel aan. Maar in de tussentijd geniet ik. Zelfs zonder handschoenen aan is het helemaal niet gek. Ik weet niet of het nog vriest. Ik denk dat het net rond het vriespunt is. Hè. 29 januari, volgens mij is het al de vierde of de vijfde keer dat we sneeuw hebben dit jaar. En een flink pak sneeuw ook hier. In andere delen van het land is het zoals gewoonlijk... meer dan wij hier hadden. Ik vraag me überhaupt af of ik te verstaan ben. Maar goed, anders dan zet ik er wel titels onder. Het is wel even werk, maar dan heb je ook wat, hè. En ik hoop dat het licht een beetje goed is, want ik kijk met de camera toch wel een beetje tegen het zonlicht in. Ik probeer het altijd al een beetje te vermijden, maar ik denk dat het echt goed lukt, hè. Maar het is prachtig. Het is echt om wat te genieten. Of een beetje fietsen, maar het is goed gestrooid hier. Een stukje dichter bij huis is dat niet zo. Maar dit is goed te doen zo. Nou, ik wil eens kijken. Er ligt ook nog een dun laagje ijs, maar veel stelt het niet voor, hè. Nou, ik hoop dat dit soort opname niet duizelig maakt. Dat is natuurlijk weer wat minder, hè. Nou, zo te zien is het niet alleen gestrooid, maar ook geschoven op het fietspad, hè. Sneeuw geschoven. Ik moet zeggen, als je video opneemt, dan gaat het een stuk sneller voordat je er bent. Dan zonder, hè? In gedachten verzonken. Toen ik de deur uitging, 6-7 minuten geleden, toen sneeuwde het, ondanks dat de zon schijnt, hè? Ja, het is echt fantastisch weer. Dan moet ik wel even in de remmen. Want hier ligt dikke meuk. Met daaronder verstopt de vluchtheuvel.